De gemeente Tiel en de politieteam De Waarde hebben een integrale horecacontrole gehouden. Doel van de controle is het verbeteren van de veiligheid in de horeca. In totaal zijn 15 eetgelegenheden, 15 cafés en 2 recreatieinrichtingen gecontroleerd op de naleving van wetten en regels. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit controleerde op de naleving van het rookverbod. Daarbij zijn twee boetes uitgeschreven, twee ondernemers kregen een officiële waarschuwing. Afri Toezicht en Handhaving stelde vast dat bij drie horecabedrijven geen leidinggevende aanwezig was. De ondernemers krijgen van de burgemeester een formele waarschuwing. Bij een zestal ondernemingen kon geen vergunning worden getoond. En er zijn twee terrassen geconstateerd waar geen vergunning voor was verleend. Verder namen ook de Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, de Kansspelautoriteit en een toezichthouder bouwregelgeving aan de controle deel. Ze hebben ter plaatse geen actie hoeven ondernemen.